Je kijkt naar een samenvatting van de Parel van de Veluwe, de derde wedstrijd in de clubcompetitie, waarbij 30 Nederlandse clubs de strijd met elkaar aangaan om de titel Beste Vereniging van Nederland. De start en finish was vandaag in Harderwijk, bij het hoofdkwartier van Trek, het bekende fietsenmerk. En de renners, die blijven nog even binnen, want het miezert buiten. Zo ook Levi Braam, die weer kon lachen, werd vorige week in de Zuid-Hollandse eilanden Perrebuis niet gehuldigd als leider in het jongerenklassement, maar gaat vandaag uiteraard weer van start in die mooie leiderstrui, aangeboden door Boom. Ja, dat klopt ja. Een of andere berekeningsfout maakte dat ik niet gehuldigd werd vorige week. Was je er ziek van? Oh, viel eigenlijk wel mee. Ik had er meer de balen in dat ik die trui niet meer zou hebben. Die huldiging die kon me eigenlijk wel gestolen worden. En dan doelde Levi Braam met name op de regen waarin die huldiging plaatsvond, want het was nat in de Zuid-Hollandse eilandentour, die gewonnen werd door een sterke Jordi Buskermolen voor Thijs de Lange. Buskermolen moest vandaag gewoon werken en is er niet, maar Thijs de Lange wel. Hij kan vandaag een greep doen naar de macht, maar is de Lange vandaag weer zo goed? Vandaag een beetje niet helemaal 100% fit, dus we zullen zien. Het is even afwachten vandaag dan. Wat mankeert er? We hebben wel een beetje verkouden en een beetje koud en alles, dus we zullen zien. Maar renners die smoesjes verzinnen zijn meestal topfit, hè? Ja, dat is waar. Het zou best kunnen dat het in één keer wel goed gaat aan het einde van de koers, maar het zal er aan het begin even doorheen komen zijn. Ik denk dat het daarna wel weer goed gaat. Een behoudende Thijs de Lange die zo later bleek best in orde is. Zou jij je fiets iets naar voren kunnen geven? Ja, toppie. Helemaal goed. Toppie, dankjewel. Goeie foto? Ja. Flavio, je weet dat ik er een hekel aan heb om gefilmd te worden. Wil je dat dan alsjeblieft niet doen? Ik sta liever achter de camera en niet voor. Ja, dat geldt niet voor deze oude strijder Robert de Poel. Voormalig topamateur en met stip de oudste deelnemer vandaag met zijn 47 jaar. Ik vind het leuk om de jonge gasten een beetje te begeleiden en te laten zien hoe je technisch en tactisch moet koersen. Dus ik heb er zin in en ik heb 5 leuke renners bij, dus ik hoop er wat van te maken. Heb je nog persoonlijke doelen? Ik wil in ieder geval uitrijden en eigenlijk prijsrijden, maar we gaan het zien. Het is 20 jaar geleden dat ik een klassieker gereden heb, dus het is spannend voor mij. Ja, mooi om te zien hoe de clubcompetitie jong en oud bij elkaar brengt en renners van allerlei niveaus een kans biedt om te groeien als wielrenner. Zo ook marathonschaatsfenomeen Gerry Hekman. Zijn turbodijen worden warm gezet, want straks mag hij aan de bak om zijn ploegmaat Björn Bakker aan de leiding te houden in de clubcompetitie. Hoe is de sfeer in de ploeg? Ja, goed natuurlijk. Als je mag starten als leider, dan dat geeft de hele ploeg hopelijk een boost. We gaan hier gewoon proberen als ploeg een goede koers neer te zetten. Aldus Björn Bakker, de leider in de clubcompetitie, die er nog even wat krachtvoer in stopt. Ja, een simpel banaantje. Kan niet beter. We zitten vlak voor het vertrek en zien hier oud-prof Bart Voskamp, winnaar van een toeretappe. Samen met de competitieleider zal hij vandaag de strijdlust jureren. Ah, ik voel de spanning ook, want ik zei net tegen de man in mijn auto van die spanning voor de koers. En allemaal jonge gasten, ze weten allemaal het komt op de kant. Gaat het regenen, gaat het niet regenen? Wanneer moet ik meezitten? Wanneer rijdt die auto weg? Die spanning, die mis ik niet. Maar het is wel een dingetje hoor. En dat dingetje vertrok om 3:30 precies. Bijna 180 renners rijden geneutraliseerd door de bosrijke omgeving van de prachtige Veluwe. Waar na 1,5 kilometer het signaal wordt gegeven om de koers vrij te geven. Ja, de neutralisatie is voorbij en de parel van de Veluwe is maar net vertrokken. En er zijn al 3 aanvallers. We zien het hier, Jasper Schouten, sterke renner van de IJsselstreek, won onlangs nog de Wim Hendricks trofee, krijgt gezelschap van Arjen Hofman. En meteen countering van John Meeuwissen van NWVG. De ploeg die in het bezit is van de blauwe leiderstrui, maar de belangen zitten bij het ploegenklassement. En dat maakte Marcel Nagegast vanochtend nog maar eens heel erg duidelijk. Ik sprak hem voor de start. Het ploegklassement, dat willen we eigenlijk heel graag winnen. En daar gaan we eerst nog alles aan doen om dat aan onze kant te krijgen. En dan moeten we verder maar kijken hoe het verder gaat lopen. Dus de messen zijn geslepen naar de jonge renner toe?
Ja, je hebt de eerste voorrondes natuurlijk. Hè. Je krijgt straks weer een optelling, afrekening van de punten. En dan begin je eigenlijk met een schone lijn. Nou ja, je hebt wel een aantal punten wat je meekrijgt. En dan moet je in die laatste twee wedstrijden bekijken hoe je de stand gaat krijgen. Dus dat, ja, dat kan nog alle kanten op. Een nare valpartij dan achterin. Een renner van de kannibaal, Pim Casimir, ligt op de grond en grijpt naar zijn schouder. Meestal een gebroken sleutelbeen. Er wordt flink doorgereden en we zien het hier. Het peloton op een lint en achterin is het aanpoten. Maar dat geldt niet voor deze twee renners. Jelmer Asjes van de wielervereniging Groot Amsterdam gaat in de aanval met Martijn Knol van de kannibaal. Een ploegmaat dus van de onfortuinlijke Pim Casimir, die de koers niet meer kon vervolgen vanwege zijn val. De twee rijden een voorsprong van maximaal 30 seconden bij elkaar, maar dan vindt het peloton het welletjes. Hier zien we de samensmelting en dan hebben we weer een compleet peloton. We zijn in Harderwijk bij de finishstraat waar de renners voor de eerste keer gaan passeren na 111 kilometer. Vijf lokale rondes van circa 10 kilometer moeten er dan nog worden afgelegd en we hebben een nieuwe kopgroep. Vijf renners hebben een lichte voorsprong op het peloton dat aangevoerd wordt door de manschappen van de Noordelijke Wielervereniging Groningen. Ja, de wedstrijd begint langzaam in zijn plooi te vallen. We hebben een dikke 120 kilometer gereden en er is een serieus kopgroepje van vijf man die aan de leiding rijdt. Daarin Ronan van Zandbeek, oud-beroepsrenner. Mitchell Huenders heeft ook op hoog niveau gefietst. En de man die afgelopen week nog tweede was in de Zuid-Hollandse eilanden, Thijs de Lange. Zij voor de start het niet fit was, maar je ziet het. Daarbij zit ook nog eens Nick van der Meer, een van de talenten van Westland Wilveruit. De vereniging die vorig jaar de clubcompetitie heeft gewonnen en absoluut natuurlijk ambities heeft om dat weer te doen. Ik denk dat deze kopgroep zeker kans maakt om vooruit te blijven. En daarachter is het dus ook hard werken voor de jongens van de Noordelijke Wielenvereniging. Waar alles onder controle moet blijven, want de leiding hebben ze nu in handen, maar die zouden ze vandaag wel eens totaal kunnen verliezen. In de kopgroep ook David Dekker, een talent uit de stal van wielervereniging De Jonge Renner, die met zijn club aan de leiding staat in het ploegenklassement in de clubcompetitie. De Noordelijke Wielervereniging neemt achterin de verantwoordelijkheid, maar kan niet voorkomen dat de koplopers toch uitlopen tot 50 seconden. De voorsprong is iets teruggelopen naar 35 seconden, maar veel minder zal het niet worden. De vijf mogen dus rijden om de winst en in de straten van Harderwijk is het Ronan van Zandbeek die een lichte voorsprong verdedigt. Maar het is genoeg. Ronan van Zandbeek pakt de winst in de derde wedstrijd in de clubcompetitie, de Parel van de Veluwe, voor Nick van der Meer en David Dekker. Ik voelde me echt heel slecht de hele dag en toen op een gegeven moment dacht ik toch wel, ik ga gewoon proberen die finale te rijden. Omdat die echt superveel draaien en keren is natuurlijk. En ik wist wel, hier ging wel waarschijnlijk een groepje rijden, dus ik had eigenlijk tot 100 kilometer gewoon helemaal niks gedaan. Maar toen de finale zit je eigenlijk met vijf haantjes op kop en ze willen elkaar allemaal niet laten winnen. En dan komt toch wel een beetje de geslepenheid in mij naar boven, want ik dacht eigenlijk dat ik van deze was ik denk de vijfde. En nu won ik hem toch omdat die anderen te veel naar elkaar keken. Dan hebben we natuurlijk een prachtig plaatje van dit erepodium. Dit erepodium van de Parel van de Veluwe. Achter de vijf werd nog gesprint om de kostbare punten. Jelle Wolsink won die sprint om plek 6 voor Levi Braam, de leider in het jongerenklassement. Ik heb gewoon proberen zoveel mogelijk punten te pakken en nog een sprintje te rijden. En de punten zijn natuurlijk toch belangrijk, dus dat is elke wedstrijd mooi meegenomen. Levi Braam leidt het jongerenklassement voor Matthew Overste en de nummer 3 van vandaag, David Dekker. Ronan van Zandbeek pakte de dagwinst, maar ook de prijs voor de strijdlust. Maar de verrassing van de dag is toch wel Thijs de Lange. Zij niet geheel fit te zijn, moest lossen in die finale, maar werd wel nog vijfde en pakte daarmee net genoeg punten om op gelijke hoogte te komen met Björn Bakker, die nu leider af is in de clubcompetitie.
Ja, ik had geluk dat ik mee zat. Ik heb heel de wedstrijd eigenlijk rustig aangedaan. Dat ik me gewoon niet echt best voelde. En ja, dan zit ik toch in een goede ontsnapping. En dan komt uiteindelijk komt het allemaal toch wel goed uiteindelijk. De jonge renner, mede door de derde plek van David Dekker, stevig op nummer 1 in het ploegenklassement. Maar ze voelen nu de hete adem van Westland wil vooruit. De beste club uit 2016 die de strijdbijl zeker niet begraven heeft. Tot zover het verslag van de Parel van de Veluwe. Zaterdag 27 mei zijn we er weer. Dan met de vierde afspraak in de clubcompetitie, de omloop van de Hoekse Waard. Vergeet vooral niet onze gratis clubcompetitie-app te downloaden, zodat je alles in een handomdraai kunt blijven volgen. Dat kan natuurlijk ook op onze site, waar de volledige uitslagen en alle standen te vinden zijn op www.clubcompetitie.nu.